Koeman nog. Laat ons vooral maar niet horen. Koeman nog trainer, denk je? Die gaan nog door tot met het WK. Ja, ligt natuurlijk een beetje hoe het gaat. Van mij mag je vertrekken. Jan weet ik niet, maar ik denk niet dat hij blijft. Ik denk dat hij, nou, want hij is natuurlijk al een keer vertrokken voor Barcelona. Dus die, en hij wilde heel graag bondscoach worden, maar goed. Luister, ik denk dat als hij, dan als wisten hij blijft, we toch. Tot en met het WK. Iedere trein die van Koeman komt, springt hij op. Deed hij bij PSV, deed hij bij Ajax, deed hij bij Feyenoord. Ja. Maar zijn vrouw is ziek, hè? Bettine? Ja, die heeft structurele borstkanker aan. Ja? Dus ja, maar ze konden oud mee worden, zei ze. Ja, maar je kunt ook niet, het is toch link. Je kunt ook niet als voetballer en trainer bij de top 3 van Nederland terechtkomen als je niet iedere strijd pakt. Ja, nee, dat is natuurlijk ook wel een conclusie die je wel kunt trekken. Ja. Nou ja, Peter Bos heeft zijn rondje op zijn manier ook al gemaakt nou, hè. Speler bij Feyenoord, trainer bij Ajax, trainer bij PSV. En TD, hè. En TD bij Feyenoord. Hoe even. Oh, ja. En dan heeft hij alles verneukt wat hij verneukt kon. Ja, dat is wel waar. Hij is beter als trainer. Hij had toen Bosveld gehaald, toch, in die periode? Was hij dan? Je moet het ergens leren ook, toch? Ja, nee. Nee, ja, hij is niet meer niks mee gestopt. Ja, misschien dat kan hij ook naar Borussia Dortmund, hè? Ja, dat doe ik alleen bij Ajax. Ik heb ook ergens iets geleerd. Ja. Maar wel grappig dat ze bij Ajax allemaal hetzelfde leren. Allemaal appen met verkeerde mensen. Ja, nou, van Schip John van het Schip ook weer. Ja, 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 geappt met een meisje van 20. Waar ben je? Ik ben een Borsterman. Naar een meisje van 21. Ik denk, ja, dat is niet handig. Ja, dat ik zeg dat als vrouw, hoor. Ik ben een Borsterman. Ja, goed, ja. Nee, ik heb het niet gehoord, man. Is dat wel een beetje dan? Of, ja, zou ik het in ieder geval op het nieuws voorbij komen van een keer op zo'n voetbalsite of zo. Ja, ja, zeker. Kijk, dat je dat doet ergens ooit een keer in leven, snap ik dan nog. Maar in een jaar als dit zou je het toch zeker al uit je hoofd te halen. Ja, dat is toch heel veel voorbeelden al geweest worden waarom je dat niet moet doen. Ja. Zou er ooit een vrouw zijn bij het vrouwenvoetbal die naar een man stuurt? Ik ben een piemelman. Ja. Ik denk dat iedere fan denkt, oh leuk, ik kan daar eens mee. Die heb ik gekomen, maar wat pak je dan? Dat is toevallig. Ik heb van jou wel een stok bij Max Zittenvogeltje. Ja, dan krijg je dat soort tafereelen. Ja. Dat gebeurt niet zo gauw, hè. Hey, kunnen we nog een kleine voorspelling doen van wie maakt, we weten natuurlijk helemaal niet hoe het EK gaat lopen, maar wie maakt de mooiste transfer deze zomer na een fantastische EK gespeeld hebben met Nederland? Joey Veerman. Real Madrid. Ja. Toni Kroos 2.0. Ja. Oké, okay, Teun. Iemand anders. Ah, Frimpong zou ik nog wel eens naar Engeland. Dat is mooi. Mooi club. Oh, ja. Ja, naar Chelsea. Waar kan hij in Engeland meteen basis? Chelsea. Ja, ik denk dat hij op veel plekken meteen de basis kan. Alleen het hangt vanaf. Ja, maar de grootste op dit moment is zo'n City. Die staan natuurlijk hartstikke goed. Nee, maar Arsenal bijvoorbeeld. Die hebben die Benjamin White op rechts. Ja, die zullen er niet zo snel voor gaan, denk ik. Ja. Liverpool? Daar heb je Trent. Alexander-Arnold. Ja, maar die staat meer op middenveld, hè, de afgelopen jaren. Ja, dat is waar. Hij is natuurlijk op meerdere posities uit de voeten. Ja, Tottenham. Ja. Maar ik denk dat hij sowieso al op de radar staat bij heel veel van die ploegen. Dat hangt niet van het EK af. Nee, nee. Ja, nee, altijd zijn het heel erg tegenvallen. Nee, misschien ploegen iets minder denken. Maar ik denk inderdaad, ja, het zou wel makkelijker dat hij wel kunnen zijn. Meer te winnen misschien dan ja, maar ik denk dat hij wel. Dit toernooi kan bewijzen, want zie je wel, ik hoor op dat lijstje trekken. Ik ben niet een one day fly, ja. En als hij gaat spelen, jij de Schouten, want dat is misschien ook wel onderschatte speler op dat gebied. Ja. Maar die is al op leeftijd. Wout Weghorst. Ja, maar 28 of Twente. Of Twente, ja, Ajax. Mooie ervaren speler die al veel heeft meegemaakt. Ajax hoofd, die vent. Voor een, denk voor heel veel clubs gewoon een aanwinst. En die kopt ze daar allemaal binnen, let maar op. Ja. Ja, net als Teun met zijn commentaar. Dat ze Luc de Jong terug hebben gehaald. Ja. Jij zei, met dit kan staan nog in de podcast. Luc de Jong, je koopt zo 20 doelpunten. Klabaats. Nou, we vorig jaar toch geen 20 doelpunten. Ja, dat gaat maar weg. Vorig jaar was Xavi Simons topscorer met 18 doelpunten. Schijt eruit. Maar over alle competities. Maar hij was wel heel geblesseerd. Ja, hey, over alle competities. Als ik in alle podcasten 3 keer iets goeds roep, dan heb ik ook voorspellende gaven. Want ik heb in 30 podcasten 3 keer gezegd waar uitkomt. Schijt eruit. Ja. Ja. Ik heb het 10 keer geroepen. Frenkie de Jong die voor het leven getraumatiseerd, want die Teun die roept bij Benny Koek. Maar diegene die nu een jaar lang mag roepen dat hij voorspellende gaven heeft, dat is Peter. Want?
Ah, die gewonnen. Heeft gewonnen. De Scorito kampioen, jongens. Dat valt niet. Dat is eigenlijk onbetwist de man met de glazen bol. Zeg dat nou niet, dan moet ik iedere discussie aanhoren dat hij... Ik heb een glazen bol. Ja. Maar blijkbaar weet hij nog meer van dan jij, Teun. Dat zou een mooie trofee zijn. Zo'n verkut Valentijns genomen van die hartjes erin die je dan zelf in elkaar moet doen met zo'n Benny Koekoek sticker erin en dan dat je moet schudden in een waterbal over die hartjes naar beneden. Ja. Maar nog een andere speler buiten Veerman of Frimpong? Als ik een verre steenworp mag Krombrugge. Nee, je hebt... ik heb net even oplopen zoeken. Die ene Sali, ik weet niet of jullie die kent, doet schijnbaar heel goed in de Roemeense competitie. En daar is een manneke van 18 volgens mij, bij Roemenië. En dat schijnt het nieuwe talent te worden. Ja? En dat is ongeveer de beste daar van het Roemeense elftal, heb ik me laten vertellen. Ik heb dus een vriend van mij, die woont elk half jaar in Nederland, elk half jaar in Roemenië. Ik denk... En daar hebben ze het al over... Ja, dat schijnt daar ook zijn. Hij spreekt wel Audi. Ook Roemeens, ja. of is dat met AI-vertaling? Dat er af en toe nog een breuk zit in de vertaling? Dat dan staat het is gewoon Nederland. Oké. Ik denk het. Die Sali, of die kameraad van jou? Waar ben je nou dan? In Roemenië? Ja, ik weet het even niet meer. Maar dat is een Nederlander. Nee. Die kameraad van hem is in Nederland. Ik denk dat hij nu half in Roemenië. Maar Teun, dat heb ik gemist dat hij vroeg van welke wie van Nederland zelf al gaat. Ja, precies. Nee, Pim had gemist wie van Nederland zelf. Ja. Ik dacht dat het gewoon ging over iemand van het EK. Mag jij ook zeggen? Met jouw voorspellende gaven laten we jou gewoon EK breed gewoon een paar spelers noemen. Dan kan er altijd wel eentje tussen zitten die misschien goed zou gewoon inderdaad een paar fiches op 16, op 18. Ja. Maar ik dacht ook nog aan Javi Simons, die is nou van de nul af. En hoe is zijn contract? Hij zit volgens bij mij moet PSG moet volgens mij hem dadelijk verkopen. Die, of... Nee, moet hem houden. Als ze verkopen krijgt PSV nog 10 miljoen. Ah, daar is het. Dat is eigenlijk een gevalletje van Borussia Dortmund Champions League finale. Moeten we winnen of verliezen? Want als Bellingham de finale wint, krijgen we 25 miljoen van Real Madrid. En winnen wij de finale, dan krijgen we 20 miljoen. Ja. Dus wat moeten we nou gaan doen? Ja, ik zou hem dan verliezen, zeg maar. Maar goed, hey. Ik denk dat al die gasten op het veld staan er heel anders over denken. Ja. Grote kans, maar als directeur zou ik toch stiekem in mijn vuistje gelakt hebben. Want er komt 5 miljoen extra binnen in plaats van die 20 die we eigenlijk zouden winnen. Ik denk dat je als directeur vooral zit. Het maakt eigenlijk niet uit wat er gebeurt. Ik heb sowieso geld op mijn bank. Ja. En ik denk, als ik naar die wedstrijd kijk, dat ik gewoon een miljoentje naar maat zit. En ik denk, als ik directeur ben bij Dortmund en ik win de Champions League, dat ik daarna misschien wel tegen Real Madrid kan zou kunnen worden. Ja, zeker. Ja. Eigenlijk een gevalletje... Die zit bij Dortmund. Ja, dat idee. Nee, maar die blijft gewoon bij Leipzig, denk ik. Ja, nou, dat is de vraag. Ik weet niet. Hij was verhuurd. Ja, want volgens mij is zijn hele contract afgelopen. Volgens mij wil hij niet nog een keer verhuurd worden. Ja, maar hij wil niet terug naar PSG ook niet, heeft hij gezegd. Dus hij wil. Ja, dan moet hij verkocht worden. Oh ja, Barcelona, die hebben Barcelona. Maar die hebben geen geld. Ja. Huurperiode, daar zou het om gaan. Ik ben benieuwd waar de Pai naartoe gaat. PSV misschien nog? En die is ook vrij, hè? Nee. Toch nog? Wil niet. Zandbak dan? Samen met Gini. Ja, ik heb begrepen dat Compagnie die wil hem ook hebben bij Bayern München. Wie? Xavi Simons. Oh. Vincent de Pai niet. De Pai niet, hè? De Pai zou ook een kunnen naar Bayern. Ja, maar dan zou hij voor de linksbuitenpositie moeten gaan of zo. Maar zou Malen nog iets grappigs doen voor een transfer? Zijn haren terug laten groeien, denk ik. Ja, hij gaat van zijn kapsel van nu naar de kapsel van Bram. De basic tas in plantaten zetten. Bram die gaat binnenkort naar voor het kapsel van Malen. Dat wordt het transfer inderdaad. Het kapsel van Bram naar het kapsel van Malen. Malen gaat misschien wel een leuk dansje doen als hij iets grappigs. Ja, nou ik denk inderdaad, die kan misschien nog wel echt naar een hoog team. Ja, dat welke club zeggen, dan moet hij wel een heel erg goed EK spelen, want hij is niet eens baas spelen bij Dortmund. Nee. Als iedereen fit is. Ik zou lekker daar blijven als ik hem was. Ik denk het ook. Ik denk dat hij eerst daar nog maar iets meer het mannetje moet boren weer. Ja. Maar ik vind hem wel met zijn snelheid, hij is wel zo'n typische speler waar er niet zo heel veel van zijn of zo. Ik denk dat je bij iedere topclub heb je zo een graag op de bank zitten. Ja. Wat ik straks al zei voor het Nederlands elftal ook, het 60ste minuut inbrengen. Ja. Nou, ik denk dat United zou dat kunnen hebben. Ik denk, ja, City is misschien dat ook niet heel het probleem. Je bent zo'n half bak links wat je zegt. Ja, al die topsclubs willen ze voor op de bank hebben. En al die spelers die wij in Nederland hebben, die denken allemaal, nee, ik ben basis.
En maar ik vind het een beetje zelfs toen de tijd met Boudewijn Zende. Die werd op een gegeven moment, in Bodo. Nederland was die ook overal wel basisspeler. En op een gegeven moment kwam hij een beetje zo'n rol dat hij voor het laatste half uur werd gebracht. En dat trok hij niet, per se, zelf niet. Maar ik vind zo'n Malen is ook zo'n type. Nou, ik vond dus zo'n Vertessen afgelopen seizoen ook. Ja. Dan gingen ze die op een gegeven moment in de basis zetten. Ik denk, ja, nee, hij kan alleen. Of hij is supersnel, hij kan glad niet voetballen. Maar als zijn verdediger inderdaad met zijn tong op zijn knieën loopt de 60ste minuut. En je zet zo'n brommer erin. En daar vind ik inderdaad... Daarom is hij ook weggegaan, dat hij die rol niet meer wilde. Nee. Ja, maar hij heeft inderdaad exact hetzelfde. Ja, toch? Ja. Nog minder. Ook geen basisplek gekregen. Nee, ze zijn er nog maar net ingebleven. Die zaten net onderin te bungelen in de Bundesliga. Ja. Nee, ik denk dat als er iemand een beetje spijt heeft, dan zal hij natuurlijk nooit toegeven, maar van zijn stap, dan is het... Maar inderdaad, ik ben het wel mee eens, zo'n Malen floreert dan wel extra erg in zo'n situatie in het veld. Hé, hey, maar net noemde jij nou een Kompany? De trainer van Bayern. Ik noemde die. Want ik ben een leuk bruggetje. Dat is eigenlijk ook een protégé van Guardiola. Hè? En als je eens kijkt in Europa. Die Mikel Arteta, trainer van Arsenal. Geleerd bij Guardiola. Xavi Hernandez, trainer van Barça. Geleerd bij Guardiola. Die trainer die nu Chelsea gaat doen. Die van Leicester afkomt. Die heeft een paar dagen meegelopen. Met Guardiola. Erik ten Hag. Bij Bayern München. Guardiola. Ronald Koeman. Is toch wel wat hoor. Ja, die heeft dan samen gespeeld. Maar ja. Maar ik vind het dan toch wel grappig dat het dus best wel wat spelers of in ieder geval mensen waar hij intensief mee heeft samengewerkt. En Feyenoord zag er mooi een prisje. Laatst erbij komt de socials, ja. Het was wel keuze nummer 7 of zo voor Bayern München. Kompany. Ja. Wie hadden ze eerst? Ze hebben volgens mij Roger Schmid gevraagd. Erik ten Hag. Die heeft afgezegd. Ja, maar daar hebben Hansi Flick volgens mij. Ja. Nagelsmann hebben ze volgens mij nog een keer. Ze hebben nog een keer Tuchel gevraagd. Of die toch niet wilde blijven. Met de wetenschap. En dat was echt keuze 7 of zo. Want er wilde gewoon helemaal niemand. Met de wetenschap dat Flick naar Barca zou gaan, snap ik dan wel dat hij neer. Zou, als hij zou hebben geweten dat hij aan het onderhandelen was met Barca, zou hij dan nog steeds neer gezegd op Bayern München? Dat weet ik niet. Nee, dat weet ik ook niet. Ik denk dat je dan nu gewoon de pech hebt. Volgens mij is daar ook helemaal niet lekker weggegaan toen de tijd. Nee, dat ook. Kompany heeft toch ook iets binnen 2 minuten of zo in zijn telefoongesprek met Bayern gezegd. Ja, ik doe het. Ja. Die heeft hij ook heel snel schermen. Maar die is net gedegradeerd naar Burnley. Dus ja. Je denkt, of ik ga championship voetballen of Bayern doen. Zal ik je dan nou het over Kompany en Bayern München hebben. De meest verrassende transfer dit EK zomer wordt dan Krombrugge naar tweede keeper bij... bij Bayern München. Wie? Krom. Die, van Anderlecht. Onze keeper. Verbrugge. Verbrugge. Ik hoop dat die van Krombrugge zou je toch ook de keeper van Anderlecht. Ja, is dat die van? Maar er was toch die van... Is er wel van Krombrugge dan? Van Krombrugge, dat is de keeper van die nou bij Anderlecht. En die heeft die bedrijf die van gewerkt. Ja, toch? Ja. Oh, ik dacht dat dat Verbrugge was. Nee, dan is dat ook die... Bartje Verbrugge. Ja. Dat is onze keeper. Ja, maar dan... Die heeft ook in België gekiept, maar volgens mij... Ja, maar die komt van... Wel onder komt. Van NAC af, toch? Even zoeken. Die komt van NAC af, die komt van NAC af, ja. Is dat Krombrugge dan? Komt Krombrugge van NAC af? Nee, Verbrugge wel. Ja, maar dan is Verbrugge degene... Want die is dan met Jelle Terouwelaar... Jelle Terouwelaar is keeperstrainer geworden bij Kompany. Die hebben toen Verbrugge meegenomen. Omdat Kompany een fucking graag wilde hebben. Toen is Kompany eigenlijk vrij snel weggegaan bij Anderlecht. Omdat hij toen in die trainerspelersrol zat die helemaal niet paste. En daarna is hij dan toch naar Brighton Hove Albion gegaan, toch? Burnley. Ja, en ik begreep nee, dat Aad Verbrugge bleef je het over. Hou Verbrugge, ja. Het is Jezus. Ik het over de Donald Fontaine. Ja, de water, dat is... Daar zit wij in. De water hier in Oost, daar hebben ze koking gespoeld, denk ik. Dat is niet goed voor mij. Er komt Bacardi uit die kraan. Ja. Ik heb trouwens die serie gekeken. Over die gast uit Os hier? Ja, dat is mooi, hè? Ja, dat is schitterend. Ja? Ja, als onze Martin nog rustiger zou zijn, dan zou ze hem tussen 6 planken moeten leggen. die broer van hem, die zit daar gewoon zo normaal te vertellen, jongen. Ongekend. Ja, met een broer, dat was de goedheid zelf. Ja. Ik heb die nog niet gezien. Die is wel goed. Ja. Op Videoland, toch? Ja. Videoland sponsor. Hey, volgens mij zitten we al keihard te lullen. Er wordt gewoon een XXL-uitzending. Extended version. Ja, extended version. Jij gaat maar gewoon iets verder fietsen. Dan kan je die podcast 3 keer luisteren. Dan, nee, ik wil eigenlijk naar de niet-traditionele top 3 verrassing uit de Eredivisie. Voor komend seizoen? Afgelopen jaar.
Ja, als jij voor komend seizoen wil doen ook. Twente. Ik ga dan niet zeg maar de poel aanhouden die jij aanhoudt, maar... Twente is top 3. Denk ook wel, toch? Nee, traditioneel zei ik. Hè. Ik zei specifiek traditioneel zou ik niet kunnen zeggen Ajax 4-5 staan, want daar ben ik ook een beetje klaar mee. Ik ook. Ja. Ik wil het wel gezellig aan de tafel. Ja. Nee, ja, Twente inderdaad wel. Ja, heb ik wel goed gedaan. Dat was het. NEC. En dan Vitesse, die degradeert. NEC in de finale van de KNVB-beker. Utrecht die ook wel een Ajax ook heeft gedaan. Gewoon even pingpong, hè. Eerst helemaal boer naar onder en dan... Ja, Utrecht inderdaad, ja. Toch misschien wel Go Ahead Eagles. Eagles Europa in. Ja, ik vind Breda aan Tilburg weer... Leuk, hè? Allebei weer Eredivisie. Nee, mogen we geen trommel meenemen. Ja, oké, maar ik vind het gewoon mooi dat het gewoon weer onder de rivieren gewoon een beetje gevuld is. Ja, ja, zeker. En het niveau gaat omhoog, denk ik. Waarom? Onder de rivieren. Met NAC en BNV wordt je Eredivisie denk ik sterker. Maar is NAC Eredivisie? Met Volendam Excelsior eruit. NAC heeft wel echt zin. Ja, ik denk dat veel meer. Ik denk dat NAC structureel wel beter is dan Volendam. Ja. Ze blijven wel meer geld bij NAC, ja. Maar Groningen, Euroborg, hey, kom, dat mag ook wel. Maar de stadions ook, hè, NAC, een mooi stadiontje. Willem II, ja, de afstand is kut. Maar wat ik ook wel een verrassing vond, dus dat Almere er eigenlijk met vrij groot gemak in is gebleven. Wie? Almere. Ja. Ja, die hebt een informatie. Maar die hebben bij momenten echt wel goed gevoetbald ook. Ja. Maar dit is volgens mij het effect van de eerste promovendus, want dat had Emma ook, hè. Die speelde toen ook één of twee seizoenen prima in de Eredivisie. Ja, uiteindelijk, het gaat om... Almere er wel uitvliegen. Het gaat, ja. Ja, ze zullen wel... Ik ben heel naar dit seizoen inderdaad. Zou er dan eigenlijk echt invliegen? Ja. Ja. Maar dat was misschien wel de grootste verrassing. Toch niet, dat was misschien wel de grootste verrassing van heel dit seizoen. Hoe zou je met die stadionspeaker zijn? Die is in de kroeg zit. Die hebt een contactverbod met de media. Ja, helemaal het mooiste. Die kreeg vanuit de club een contactverbod met de media. Ja? Ja. Jongen, die gast die denkt ook gewoon verhuis met kleven of zo. Godverdorie. Hij doet dat niet expres. Hier komt over 30 jaar een andere tijd sport van. Met, wie hebben we dan, in plaats van... Dion de Graaf is er dan niet meer, denk ik. Ja, wie zou iets aan doen? Geen idee. Merel Westrik of zo. Ja, Noah Vallen, die gaat er inderdaad naar. Ja. Valentijn Dries, hè. Ik hoop dat die dan toch al wel tussen zes planken ligt. Jongen, jongen. Hey, in de eerste wedstrijd van het seizoen. Zonder, ik hoop. Zijn Groningen PSV. Nee. Daar hoef je daar maar niet naartoe. Ik hoop. Ja, oké, dat is de eerste tweede. Maar goed, dan kan ik dan Heerenveen zijn. Ja, ook ja, prima. Okay. Ik hoop vooral dat onze eerste uitwedstrijd van het seizoen Ajax uit is. Dan zijn we ook mee van die wedstrijd af. Heel klaar. Hoeven we dan ook. En nee, daarom. Oké. Ja, dat is de bedoeling. Maar de eerste zal nooit Ajax PSV zijn. Nee, de eerste uiterstrijd hebben we een verbod. Hè? Niet de eerste wedstrijd. Nee, dat weet ik ook wel, maar het zou wel lekker zijn. Nee, dat snap ik wel. We mogen er toch al niet heen waarschijnlijk, want er zal weer ongeregeldheden zijn. Halsema zal weer een stok hebben om mee te slaan. Dus dat zal sowieso wel. En dat zou dan wel lekker zijn dat het allemaal gewoon ineen komt. Ja, hoeveel alles goed toe. Samen kunnen laten vallen. Ja, precies dat. Ja. Maar geen idee. Ik zie wel als eerste uiterstrijd wordt. Misschien nog een keer. Het alweer bekend gemaakt, hè? Het schema, ja. Dat duurt niet lang meer. Maar ja, onze eerste wedstrijden die zijn al bekend. Ja, oefenwedstrijden. Ja, precies. De Lichtstad Derby. Maar dat is natuurlijk ook een beetje koffiedik kijken. Want je weet begon niet wat er gebeurt in het EK. En of vervolgens wat er gebeurt dan binnen de verschillende elftallen. Maar het gat tussen PSV en de rest was natuurlijk wel heel groot. Ik vond... Wordt het gat kleiner? Weet ik niet. Denk het wel. Ja, denk het wel. Kan het gaan. Maar PSV gaat niet nog zo'n seizoen draaien. Dat kan niet. Het is onmogelijk. Precies. Dat is onmogelijk. Maar toch ben ik wel benieuwd komend seizoen wat Arne Slot dan voor die van het team betekent. Want die valt nu weg. Ja. Ik ben wel benieuwd. Er komt een andere trainer. Brian Priestke. Ja, nou maar goed. Ik ben wel benieuwd. Zoals eigenlijk Slot het heeft gedaan door meteen gewoon het eerste jaar dat je er komt eigenlijk al gewoon goede resultaten neer te zetten. En het tweede jaar te zeggen, bam, pak alles gewoon. Grootste verrassing, als je tot top 3, die zou ik Feyenoord genoemd hebben. Niet PSV. Want je hebt dus gewoon met hetzelfde materiaal nog beter gepresteerd dan het jaar dat je kampioen bent geworden. Je hebt alleen oprechte pech dat PSV opeens gewoon... Daarboven uitstijgt. Een goddelijk team was, wat gewoon bleef draven en dan toevallig in Nijmegen dan Waterloo had. Die Champions League-wedstrijden PSV, Maar het zegt ook wel iets over de rest. Want als ik dan kijk hoe kinderlijk eenvoudig eigenlijk heel veel mindere ploegen
heel naïef tegen PSV heb gespeeld. Want ik, met alle respect, hè, maar ik natuurlijk is knap eens doen. En ik ben natuurlijk zeker supporter. En ze hebben aanvallend goed spel gespeeld. En ik ben voorstander voor een ploeg als Almere City die lekker open voetbalt. Ja. Maar dan weet je ook als je zo speelt dat je gewoon tegen PSV met 3-0 verliest. Ja, ja, dan loopt het. En dat is wel wat er best wel, veel gebeurt. Hè. Ja. Dus ik en je vind hebt eigenlijk echt geluk gehad. Hè, ik vind eigenlijk in de tweede helft van de competitie had ik echt wel vaker het parkeren van de bus verwacht. Ja. Ja. Nog meer als dat er gebeurt. Ja. Ja. Of inderdaad waar je in Nederland ook bijna Utrecht, ziet, zeg maar. En wat je dan in Spanje tegenaan hebt bij die Europese wedstrijden is die mensen die wedstrijd gewoon helemaal kapot maken. Ja. Dat doen ze in Nederland Utrecht ook. Uit, jawel, ja. Utrecht uit. Utrecht heeft die wedstrijd helemaal kapot gemaakt. Ja. Die hadden we echt moeten verliezen. Ja, en ik vind het afschuwelijk om naar te kijken, maar dat had toch meer moeten gebeuren. Als dat wij, is de enige manier wat ik komt. Durf zelfs te zeggen, als wij die wedstrijd verloren hadden, hadden we misschien wel beter uitgekomen dan dat we nu pas verloren bij NEC. Want we hebben wij een hoop strontwedstrijden gehad naar Utrecht uit, hoor. Godverdomme. 1-1, 1-2, net winnen, 2-1. Nou, waar een hoop. Maar daar hoort er natuurlijk ook wel bij een kampioensjaar, waar je veel wedstrijden wint, hoor er ook een paar van. Dat tuurlijk, dat hoort er altijd bij. Uiteindelijk en Frank de Boer, 1-0, nee, 2-1. Maar uiteindelijk, ja, de laatste Philip Coutinho ook, hè. Hebben ze iets, ik geloof, 5 keer met 3-2 gewonnen. Ja, ja. In de laatste 2-3 minuten de 3-2 gemaakt. Ja, dat is het geluk van de kampioen. Dan. Zeker, zeker. Maar, ja, maar ik denk ook een stukje zelfvertrouwen. Volgens mij, hè, dat je het veld instapt met de gedachte van we gaan winnen, maar we weten nog niet meer hoeveel. Ja. Weet je wel, dat over onoverwinnelijke, ja, dat kwam op een gegeven moment wel. Hè. Ja, en ook dat gevoel van dat je in de 80ste minuut zoiets hebt van we maken hem nog wel. Ja, zoals is het 2-2, de Champions League doet. Van, oh, Dortmund schiet een keer op de paal. ADM alleen voor de goal. Maar dan, niemand maakt zich nee, ja, wij krijgen daar kans op. Maar dan ook niet op een arrogante manier, maar op een gewoon vol zelfvertrouwen. Ja. En we blijven gaan, of blijven lopen, blijven terugverdedigen. Ja. Discipline gewoon. Je wist ook, de wissels die komen, dan wordt het team echt niet slechter van. Dat was echt een dingetje. Ja, ja. Ik ben wel benieuwd naar volgend jaar. FC Twente, nummer 2, denk ik. Nummer 2? Ja. Nou, kan. Volgend jaar direct. Weet je, is Ajax loopt helemaal leeg. Weet je ook niet hoe dat nee, was? Nee, dat doet eigenlijk wel niet. Wij melden ons over een seizoen of 2-3 alweer. Voorlopig. Ja, waar gaat weg? Je weet er niks van. Daar is zijn er maar 3, dus. Dus ik denk dat het aantal punten naar beneden zakt. Ik verwacht dat iedereen iets minder wordt. Ja. Ja, behalve Ajax, dat kan natuurlijk niet veel slecht. Maar zou wel lekker zijn. Maar Twente zakt daar, gaat dan iets stijgen. Maar weet toch wel wie kampioen wordt? Heeft Noah Lang al gezegd. Ik vraag me nog steeds af waar je Feyenoord hem misdaan. Kan iemand daar een antwoord op geven? Noah Lang, denk ik. Ik denk niet per se wat heeft Feyenoord hem misdaan. Ik denk vooral wat heeft Rotterdam hem misdaan. Ja, maar wat is dat dan? Ja, gewoon. Het is inderdaad wel elke wedstrijd, of dat nou een Ajax shit of in een PSV shit was in Rotterdam, jongens, maakt hem wel continu het leven zuur. Hij, ja, maar de kracht is niet waar. Ja, maar ook hij is weggegaan naar Ajax. Maar volgens mij is dat dan bij die eerste wedstrijd bij Ajax wel het probleem geweest, dat Rotterdammers, hoe kan nou een Rotterdammer bij Ajax spelen? Dat gevoel bij het publiek wel. En dat klopt. Hij heeft ook al interviews gegeven dat hij in Ajax trainingspak aan de Varkoord kwam. Ja. Wat? De Ajax-training? Hij kwam in een Ajax-trainingspak naar Varkenoord. Dat is Feyenoord jeugd. Hij was gewoon Je moet die documentaire kijken. Ik zweer het je, ga die documentaire kijken. Je lacht je echt je ballen uit je broek. Het openingsshot is dat hij daar wegrijdt uit zijn auto. En je ziet daar een of andere kartonnen doos. Dus hij rijdt daar in een dikke Mercedes zijn parkeerplaats af. Je ziet daar een kartonnen doos sowieso. Wat zo naar achter vliegen. Allemaal piepschuim eruit. En dan een paar beelden later. Godverdomme, hier die kutvelders, man. Dan moeten we die zooi meenemen. Maar ja, hij had gewoon heel die karton vol met mijn piepschuim. Die veldman dacht, dat is jouw werk, vriend. Geeft hij een brief en een aanmaning van de gemeente dat hij het op moest ruimen. Zet hij daar echt met zijn arm onder zijn, of zijn ziel onder zijn arm. Alle oude papier, waar hij echt al iedere keer dus een shot. Dat hij dus weer die oprit ingereden komt. Over dat karton en dat piepschuim heen. Ik ben ook wel benieuwd, hè. Ja. Nou ja, ik ben wel benieuwd, want de wedstrijden die Noah Lang heeft gespeeld, was het wel echt feest, hoor. Ja. Dus ik ben nou ja, en PSV heeft natuurlijk wel met het behouden van een Tilman, bijvoorbeeld. Ja. Ja, vind ik ook wel leuk. En die hebben ze nou definitief overgenomen van München, toch? Ja. Ja, Saibar heeft bijgetekend. Maar Lang heeft helemaal niet zo'n grote... Tot 29 ook, hè, Saibar. Ja. Holy shit. Had het 28? Ja, had het 28, hebben ze er ook gewogen tot 29. Dus ik ben gewoon heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Wat gebeurt er met Schouten en Veerman? Ja. Maar ik denk en wat komt daarvan terug? Ja, want de wedstrijden zonder Veerman waren het wel minder. Hè. Ja, zeker. Dus
Daar waren ik precies de punt verliezen, hè? Ja, ja, daar hebben we de beker ook op verloren, ben ik van mening. Maar wie was nou dan centraal? Ja, dat was Schuijs. Normaal, die gaat dan naar Pauw misschien, want dan had je natuurlijk nog... wel centraal, Olly. Boskar Gli. En dan Obispo of zo. Wie stond er eigenlijk altijd naast? Nee, het was Olly en Ramaljo. Ja. En dan een Schouten. En dan een Schouten en Olly. Ja, ja. Maar ik weet niet wat Boskakli gaat doen. Want die heeft al in zoveel interviews geroepen, ik hoef niet weg, maar het zal mij wel... Ja, maar hij heeft ook inderdaad wel eens geroepen van, nou ja, als hij iets leuks meldt. Hij heeft vooral de laatste tijd geroepen, ik wil vooral een team wat bij mij past en waar ik me thuis voel. En op dit moment kan ik me geen meer thuis wensen dan bij PSV. Ja. En Ramaljo heeft steeds geroepen, ja, ik wil gewoon... belangrijk zijn voor het team en daarin gewaardeerd en gesteund voelen door het team en het publiek. Ja, daar voelt hij zich gewoon niet in Eindhoven. Nee. Dus die zal wel gaan. Hey, en de ontwikkeling van deze, is dat nog... Ja, die gaat denk ik. Ja, denk ik. Maar ik wil zeggen, die heeft ook wel een mooi seizoen doorgemaakt, toch? Ja. Waarom zit hij niet bij Nederland zelf al? Ja, omdat die Frimpong een dumpers voor zich. Ik wou zeggen. En dat Gertruijden ook nog een klasse beter is. Ja, vind ik ook. Okay. Nee, maar ik denk, ik had niet gedacht dat deze zeg maar in een jaar tijd zo een jumpje zou maken in... En iets volwassener voetballen. Ja, heeft hij echt zo'n groot... Ik denk dat hij de grootste sprong bij Schmied al ja, dat klopt op zich wel. Maar toen kwam hij op een gegeven moment toch in één keer weer op de bank te zitten. Ja. En toen werd hij in één keer rechtsback gezet. Toen dacht ja, maar je wist vanaf het moment dat Bos kwam dat hij basis zou staan. Want Bos wilde hem bij Olympique Lyon al halen. Ja. Als jeugdproduct was Bos al gecharmeerd van... Deze. Je wist, deze gaat sowieso spelen. Maar ik had niet gedacht dat hij als rechtsback het zo zou doen. Hij is van origine een rechtsback. Hij moest alleen bij Schmid, ja, vanwege zijn voetballende kwaliteit wel. Hij kon alleen het probleem bij PSV is nu is dat echt onze rechterflank is gewoon echt gewoon compleet gehandicapt. Want Bak Jochert snapt er niks van en deze kan best prima voetballen. Maar die combinatie is gewoon helemaal niks. Nee. Want gaat deze diep, dan gaat Bak Jochert ook opeens diep, terwijl hij dan juist naar binnen moet. En gaat... Dus ik hoor ruimte voor verbetering, wil je eigenlijk zeggen. Bij ons op rechts is heel veel verbetering. Ja. Laat alsjeblieft Bak Jochert vertrekken. Ja, maar ik... Ja. Malen terug, dan staat die basis. Bij PSV. Ja, want ik denk die Bakker Joko... Die gaat. Ja. Maar Dan Juma, die mag ook vertrekken. Dus waar zit die? Daar hebben PSV dat en Feyenoord interesse in. Dat is oprecht. Ja, dat is ook bij Spurs. Hij mag ook overal na een jaar weer vertrekken. Maar hij is verhuurd volgens mij. Is hij verhuurd? Is hij nog van Villarreal? Ja, zo hij is van Villarreal en hij mag vertrekken aan het einde van het seizoen. Maar hij mag overal bijna na een jaar ook weer vertrekken. Dus wat is er met die gast? Ja, daar is daar gewoon een rotgast. Ja, hoeveel Nederlandse spelers doen het nou niet echt? Nee, maar Dan Juma was wel een talent. Ja, daar in het Nee. Als hij heeft eerder van die bij Feyenoord gezeten. Toch misschien naar hun van elkaar. Ja. Heb je die foto gezien laatst? Hoe die er nu eruit ziet met zijn spekkop. God, die zo'n haarband. Die zit, zou niet heel goed doen, want hij heeft een spot. Iemand die de goede keuzes voor een maatje. De haarband van Depay, want in de titel. Ja, de haarband van Depay. Ik denk dat bij veel podcasts onder weer om de Europese EK-beker zijn. Ja. Ik ben ook benieuwd wat De Vrij gaat doen. Wordt ook nog wel interessant. Is die transfervrij? Nee, volgens mij niet. Die is in ieder geval financieel vrijgespeeld naar zijn rechtszaak, maar zegt, weet ik zeker. Ja. Die hoeft niet meer voor het geld te gaan voetballen. Dat was ook Alex Kroes, ja. Die had goede aandelen, toch? Pim, misschien moet jij eens met Alex Kroes om de tafel gaan. Misschien heeft hij nog wel wat betting tips. De Vrij is natuurlijk wel gewoon een interessante optie hiervoor. Die wordt ook al 40 jaar bij PSV genoemd, scheidig uit. Ja, iedere transfer. Ik denk dat hij dan eerder naar Feyenoord gaat. Tuurlijk. Iedere transfer zomer is het PSV en De Vrij ooit weer aan elkaar geleden. Structureel. Ja. Maar hoe ziet het er bij Feyenoord uit, denk jij? Want Hansko die gaat. Geertruida gaat. Jiménez gaat. Wiever gaat. Wiever en Timber dan. Waar staat er voor hun klaar? Komen jullie ooit nog van Bijlo af? Dat denk ik. Die gaat ook trouwens. Denk ik. Jawel? Ja, ik denk het ook. Ja, Ik denk als Feyenoord hem nu niet laat gaan, wordt het echt een Jurgensen. Dan gaat hij nooit meer. Maar zijn er al clubs concreet geweest van die Feyenoords die je allemaal opnoemt? Ja. Jawel, net zoals Arsenal, Timber en zo. Wiever. Dortmund? Nee, volgens mij niet. Hansko wordt nou ook wel genoemd bij Liverpool natuurlijk. Dat is ja, maar dat is logisch. Geert Duitsland. Ja. Nou, dat was al toch. Ik dacht ook dat Dortmund ook
of Schouten of Wiever wilde gaan. Weet je ook hoe volgend jaar geblesseerd nu, hè? Dus, ja, dat is wel positief, ja. Dat is gunstig. Ja. Weet je ook hoe volgend jaar weer in de basis komt? Die Leo Sauer. Ja, dat is die Slowaak. Dat was ook een talentje trouwens, hè? Ja. Voor het EK. Oh, ja. Die noemt hij dan niet, hè? Nee, ja, Sali wel, hè? Hij is helemaal een geval. Je kent dus in Roemenië die dan Sali noemt. Maar Sauer vergeet hij dan weer even. Ja, ja, ik schub je in het dak van huis uit. Ook dat snap ik. Sowieso. Ik niet onderaan de nacht niet zo'n draaien. Sowieso zou ik. Je moet over 35 minuten over aanrijden. Sowieso zou ik mijn vraagtekens hebben bij iemand die een half jaar hier woont en een half jaar elders woont. Ja, maar, dan, maar ja, goed, ja. Heet die Jan toevallig? Of Quincy? Nee, Bolle Jan. Quincy van de Mes had ook gekund. Bolle Jos. Ja. Oh, Bolle Jos, kut! Ga maar grap. Maar het hangt natuurlijk ook van de trainer af, hè, die nou komt. Dus, ja, ik ben benieuwd. Neemt ook weer van alles mee waarschijnlijk, of niet ook weer een andere vijf. Het is een Deen, of niet? Ja, Michelin. Schijnbaar hetzelfde voetbal speelt hij... Dolberg. Als slot. Dolberg? Maar hij is natuurlijk hartstikke enthousiast, hè? Dus die heeft niks negatiefs meer. Nee, nee, het is Brian Prieske. Brian Prieske, hoofdtrainer geweest van Midtjylland en daarna de Slavia Praag. Maar Dolberg, daar zou ik heel pijn, daar zou mij pijn doen. Ik heb dat niet heel vaak zo door de spelers en clubliefde des. Dolberg is tussendoorlijk examens geweest. Ik ben zo'n fan van Dolberg. Ja, maar die heeft het niet helemaal waargemaakt. Nee, dat maakt me niet uit. Maar dit seizoen wel weer... Ja, hij heeft het goed gedaan. Ik vind Dolberg... Ik vind het ook altijd mooi voetballer om naar te kijken. Oh, zo sierlijk, jongen. Die ene goal alleen al tegen Olympique Lyon toen in de Europa League. Zo'n wippertje over die... Ja, als die bij Feyenoord... Oh, dat zou mij toch wel een beetje pijn doen, ja. Kopgoal met zijn achterhoofd. Ja. En Cedis daar ook nog bij. Slimme gast, jongen. Gewoon slim, slimme voetballer. Ja. Die mag ik graag, zo'n speler. Maar dat zou niet alleen voetbaltechnisch gewoon goed zijn. Dat zou ook, zeg maar, om een soort van signaal te geven naar, vanuit je positie waar je staat. Dus je bent de nummer 1, 2, 3. Ik denk dat Feyenoord het eerder voor elkaar krijgt dan Ajax. We halen jullie spits weg. Ja, precies. Met om weer aan te sluiten, bedoel je, Teun? Nee, om Pavlidis te halen bij AZ zou voor Feyenoord echt de grootste power move zijn die ze ooit zouden hebben. Zouden maar hebben ze het, daar hebben ze het geld niet voor, toch? Nee. Feyenoord? Ja. Als die 15 miljoen... Ja, of ik denk dat hebben wie zegt 18 miljoen of zo? Is dat niet een soort van bedrag? Hogere bedragen betalen. Dat heb ik wel gehoord, ja. Maar waar moeten we dan aan denken? Ja, 15 miljoen denk ik. Dan, ik denk een beetje... Maar zouden ze wel Pavlidis niet meer willen nu? Topscorer van Nederland? En ik denk wel, als je een binnenlandse transfer is altijd... Ja, AZ sowieso, hè. Want die mannen, dat is wel zijn ook in Nederland. Dus, ja. Maar Pavlidis moet ook niet op WK, toch? Nee, dus dat scheelt. Dat scheelt nog wel. Ik denk 15 miljoen voor Pavlidis is prima. Ja, dat denk ik ook. Maar dan zou ik hem als Feyenoord halen. Zullen we dan naar het heet hangijzer gaan aan tafel? Farioli. Het Ajax DNA. Ja, nee, maar hoe denk jij over Farioli? Ja, er zijn afgelopen seizoen 3 Italiaanse trainers die de finale van een Europees bekertoernooi hebben gehaald. Dus dat komt helemaal goed. Nee, ik heb geen idee. Ik ken die Farioli niet, heb hem ook helemaal niet gevolgd. Zo nog een jonge gast. Maar ik ben wel eigenlijk komt wel blij. Als, ik heb werkelijk geen idee. Van Rennes. Stade Rennes? Oh, ze hebben Stade Rennes. Dacht ik dat hij kwam. Oh. Komt. Nee, maar waar ik blij mee ben, als je het dan hebt over het Ajax DNA. Ik ben eigenlijk blij dat Ajax een keer in dat opzicht niet in hun eigen kringetje aan het kijken. Ja, nou, dat en dan buiten de snel was zo veilig met Heitinga. En dan Maduro. En dan van Schippy. En dan. Ik denk, jongens, maar de, haal het, probeer het eens een keer. Die arrogantie, die misplaatste arrogantie opzij te zetten en halen ze opnieuw naar binnen. Maar zijn überhaupt alle functies dadelijk weer ingevuld? Want als dat volgens mij is dat de basis om te gaan bouwen. Ik wil even vlug een andere vraag heel vlug tussendoor stellen. Moeten al die trainers zeggen of zo dat ze een Johan Cruijff DNA hebben? Of waar? Ook deze gast heeft hem nooit zien spelen, heeft hem nooit als trainer gezien volgens mij. En opeens is hier eenmaal Johan Cruijff ideologie. Ja, daar ben ik niet zo gesommeerd van. Ja, deze man is volgens mij wel een voetbalidioot, zeg maar. Ja, dat wel. Ja, hij slaat op de club. Ja. En hij, dus, maar ik weet wel zeker dat hij zich vast wel zich heeft ingelezen in Cruijff. Dus hij zeker, vast maar iedere trainer die het in Ajax gaat, is er mee over Cruijff. Maar iedere trainer überhaupt die in Europa actief is, weet toch wel een klein beetje waar Cruijff voor staat. Ja, en dan hoef je niet eens echt YouTube te gaan kijken. Zo. Nee, zeker. Ik wou het zeggen, is dat hetzelfde als dat ik dan hier, je hebt die 10-delige basketbaldocumentaire op Netflix die ik nou onderhand al 3 keer heb gezien, dat ik nou weer zeg, oh, ik ben echt een Bulls expert en dat is een beetje hetzelfde als zeg maar een maandje bij PSV aan het werk zijn en dan zeggen, het voelt echt als een familie. Ja, echt een warme club. Warme club.
Lekker zo met de familie van de Kenan en zo. En lekker zo op de uitgang met je trainen. Hij moet ook sowieso altijd dingen zeggen die de supporters een beetje warm maken. Ja, tuurlijk. Ja, dat is wat iedereen wil horen. Zeker, zeker. Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Maar goed, ga verder. Je was aan het Ajax-koers en zo. Op inhoud weet ik dus niet wat die Farioli natuurlijk gaat brengen. En achteraf is makkelijk praten. Ik was niet blij met de aanstelling van Maurice Stijn bijvoorbeeld. Ik denk, ja, dat gaat hem echt niet worden. Ja, maar dat was niemand, denk ik. Nee, ja, goed. Ja, iedereen, dan, maar dan heb ik iedereen zei, ah, diegene die ik ziet was daar blij mee waarschijnlijk. Maar ik vind die echt te makkelijk, want de hele organisatie, dat is waar ik eigenlijk net stelde, de hele structuur was gewoon ruk. Ja. Is dat nou veranderd? Nou, dat vroeg ik dus. Nee, volgens mij niet. Dus niet. Het is daar binnen de club toch ons kent ons en elkaar de hand boven de hoofd houden. En volgens mij is dat nou weer gebeurd. Ja. Want die Kroes hebben ze ook weer de morgen ingezet en de TD en er is geen directeur. Ja, wij van de Raad van Commissarissen vinden dat Kroes dit niet mag doen. En een dag later wordt hij zelf om soortgelijke dingen om de vingers te steken. En dan allemaal weer terughalen en dan zeggen, ja, hij is dan nu op niet-officiële, want hij mag geen handtekening zetten. Maar echt schuitig uit. Maar volgens mij, Kroes, die moest toch, er moest toch allemaal leden stemmen over of je nou mocht blijven of niet. Ja. En hij was zelf een van die leden ook. En zijn allemaal vrienden van elkaar. Ja, het is gewoon een en al helemaal verrot van binnenuit. Het is een slangenkuil. En nog een hele flinke ook. Dus, ja, dan gaat het. En daardoor wordt die gifbeker zo groot. Ja, maar dan wordt hij ook nog groter, denk ik, komend jaar. Ja, Farioli is als trainer zijnde, als het een beetje staat, gewoon wel een goede keuze. Maar het is wel een niet-Nederlandse keuze. Dus ik denk dat als het even in het begin niet loopt, dat hij al gauw veel kritiek krijgt. Ja, hoeveel krediet krijgt hij? Zeker vanuit de media, want natuurlijk, het is wel weer een beetje op dat gebied, was hier dan vinden een wijsneus. Iemand die naar de data kijkt, heel analytisch naar het spelletje kijkt. Ja. Maar goed, maakt niet uit welke trainer er dit jaar voor Ajax had gestaan. Het resultaat zou niet heel veel beter zijn geworden, in mijn ogen. Dus het zit hem veel meer in, ook die technische directeur. Hoe werk ik met scouting en dat soort dingen. Ja, er staan er toch gewoon een aantal bij die bij PSV en Feyenoord er niet in zouden staan. Ja, maar is het echt zo dat Ajax niet beter had kunnen presteren dit jaar? Stel, Slot had daar afgelopen jaar gestaan. Ja, maar ik denk dat het is beter. Maar ik wil zeggen, als er een goede technisch directeur had gestaan, zeg maar, die in samenspraak met een trainer aankoop had gedaan. Ik ben compleet met je eens, maar het was toch op zich best prima materiaal. Nou, wat je uiteindelijk ziet is dat het materiaal gewoon matig was. En dat op het moment dat je je eigen ego een beetje aan de kant kan zetten voor de club, zoals een John van het Schip gedaan heeft, dat zo'n ploeg prima kan presteren. Klopt, ja. Maar je zag wel aan de spelers en hoe ze voetbalden dat het gewoon niet goed genoeg was. Het jaar daarvoor speelde Maurice Stijn bij Sparta ook echt met matige spelers. En dan worden ze wel opeens play-offs voetbal. Maurice Stijn alles laten vliegen voor de Ajax-idee, want Ajax moet 4-3-3 spelen. Ja, dat is ook echt dom zo. Ja, maar daar riep ik in podcast 1 al. Die inderdaad schijnbaar wel heeft gezegd van ja, ik ga me niet per se aan al die Ajax dingen houden. Ik denk dat daar de eerste stap is. Nou, in ieder geval op het veld. Ja, het begint ook bij het samenstellen van zo'n selectie. Je hebt een bepaald idee van hoe je wil voetballen. En als je dan zeg maar daar de spelers niet voor krijgt. Daar is of je koopt er 8 waarvan je denkt, daar zijn misschien 2 zekerheids bij. Daar valt er dan ook nog eens 1 van tegen. En die andere 6 is maar afwachten. Dat is gewoon een compleet verkeerde verhouding. Ja. Je kunt beter 4 spelers halen waarvan je weet, die 3 die staan er zeker. En met eentje. Wat PSV gedaan heeft. Nou ja. En daar zijn precies de spelers die bij iedere andere Ajax bloedman, bij de technisch directeur plek, als daar een Ajax man had gezeten, hadden er 3 of 4 van die mensen gewoon in Amsterdam gespeeld. Het heeft toch ook in het begin al meteen misgegaan dat die Miesling Tat en die Maurice Stijn vanaf de voorbereiding elkaar de tent uit probeerden weg. Ja. En die Maurice Stijn die had al wel gezien dat die selectie dat de kwaliteit niet heel hoog was. En die dacht, ik ga mijn eigen hartje redden. Ik ga Miesling Tat en alle spelers voor de bus gooien. Misschien dat ik dan ontzien word. Ja. Maar die spelers dachten allemaal van, je bent een mooie jij. Ja. En, wat kunnen ze financieel nu? Nog steeds een hoop. Ja, denk je? Ik hoor ook wel andere geluiden. Ja, ik denk ook dat het een beetje. Toch wel wat eerst verkopen en dan pas weer aankopen. Volgens mij hebben ze nog wel wat vet op de botten, maar dat willen ze niet nu in één seizoen meteen eruit knallen. Ik denk dat ze ook zich wel beseffen van, we zijn er niet in één seizoen bovenop. Dus ik denk dat dit een heel rustig jaar wordt in de luwte, met spelletjes kwijt. En kijken wat er in de jeugd zit nog. Het duurt gewoon nog een jaar of 2-3 voordat we misschien weer een keertje meedoen om het kampioenschap. Daar gaat ik moet wel zeggen, kijk, vorig jaar hadden ze natuurlijk een trainer waar al twijfels bij waren. En er werd van een buitenstaander die op een andere manier denkt, nou, kijk hoe het voetbal als een gemiddelde eigenlijk ziet op technisch directeur. Nu zetten ze een outsider zeg maar op de trainersstoel, maar wel een Ajax ziet op technisch directeur. Ja. Nou, ik denk, dat vind ik al qua filosofie en qua visie van de club al een
goede stap. Of dat hij goed uitpakt, dat weet geen je idee, niet. Maar het is wel zo dat er wordt, als het goed is, in ieder geval iemand die gaat controleren wat de ander wil. Iemand van de driehoek afstemmen. Ben je inderdaad alweer af van het gaan van het oude jongenskrentenbrood. Wie is de technisch directeur? Alex Kroes. Oh, ja. En die heeft bij AZ natuurlijk al wel mooie dingen gedaan. Wat vooral ook naar de jeugd gekeken. Kelvin de Lange is de hoofdscout. Ja. En dus die zit met name in algemeen verbinding tussen jeugd en... Heb je nog Marijn Beuker toch? Die doet ook nog iets. Ja, Marijn Beuker, dat is de algemeen directeur. Dat is een beetje de opvolger van Edwin van der Sar. Maar Kroes, in die rol zit hij nou. Kroes mag niet tekenen. Nee, want hij is aandeelhouder. Nee, Kroes mag niet tekenen omdat het onderzoek nog loopt. Zolang het onderzoek niet is afgerond, moeten er twee anderen uit de RVC, of bij de Raad van RVB of RVC, moeten dan, gaan tekenen voor Kroes. Maar goed, na een jaar waarin aankopen slecht gecontroleerd waren, is dat misschien ook helemaal niet zo verkeerd. Nee, ik vind het ook helemaal niet erg en verkeerd. En ik hoop ook niet dat er te veel ingaande transfers zijn of zo. Van, ik gewoon degene eruit die... Gewoon echt niet voldoen en ga maar eens gewoon een jaar doen. Geef zo'n Mika Gods wat kans in plaats van... Ja, gericht investeren wel, kom op. Je bent wel Ajax. Dat zou wel kunnen, dat zou wel kunnen. Maar wat zou je willen zien gebeuren? Deze seizoen? Of deze zomer? Wie moet eruit en wie zou een Ajax nog aan kunnen trekken waar de moeite is? Nou, de goal vind ik prima. Ramai, ja. Rudy die zal niet willen blijven, want die wilde alleen maar eerste keeper. Maar goed, dan heb je met Ramai heb je een prima keeper. Als je kijkt naar de verdediging... Hato, lekker basis achterin. Wie stond er naast Hato? Ik zoet hem ook. Echt gewoon, nee, alsjeblieft, laat hem gaan. Maar toch, die man die moet toch iets van. Die moet toch wel. Ik snap het niet, want bij Kroatië heeft hij de credits en ik weet allemaal. Ja, wie weet dat zo'n Farioli man weer wel aan het voetballen krijgt. Ja, dat zou dan natuurlijk kunnen. Ik zou hem laten staan nog. Ja, ik zou hem ook nog de kans geven, want hij was gewoon baas weer bij Kroatië en gewoon echt. Ook een voetballer, een hele goede verdediger blijkbaar. Dus. Op rechts hoop ik dat ze Kenny Tate terughalen. Dat zou wel cool zijn. Zou een wens rechtsbackje zijn voor de Eredivisie. Ja. Ja. Die staat daar niet? Nou bij Guy of niet? Rensch. Anton Guy, nee, die van Rensch, maar die kan ook wel centraal achter. Ik ben sowieso niet van Guy en Gods, toch? En Guy is de rechtsback en Gods is de linksbuiten. Ja. Gooi. Gooi, dat was een gooi. Die zou ik ook niet in. Nee, dit is ook niet gewoon. Nee. Ik zou als ik Sam Stein halen van Studenten bijvoorbeeld. Die kunnen misschien wel redelijk goedkoop op. Ja. En ik denk dat hij lekker bij Ajax ook een voetballer naar was. Ik denk dat hij nooit buiten de Eredivisie echt super. Ja, maar die gaat van zijn leven niet naar Ajax nou. Nee, tuurlijk niet. Met wat zijn vader daar heeft meegemaakt. Ja, dat klopt, daar heb ik hem niet op nagedacht. Dat is wel interessant voor een Feyenoord of PSV. Ja, daar zou hij dan heel naartoe gaan. Ja, op links heb je die Bruno Sosa. Oh ja. Ruim van Bommel halen? Nee, die komt ook niet naar Amsterdam. Die Vos. Silvano Vos, ja, die was... Je had één keer rood gepakt in de Champions League. Was iedereen enthousiast? Was de Europa League? Was iedereen enthousiast over hem? Dat is toch ook gewoon middelmatig, niet? Ja, hij is zelf... Hij liep iets meer dan de rest. Ja. God, dat was... Je hebt het geruimd, man. Ja, ook zo'n onzin. Iedereen is enthousiast over was. Oh, hij durft iemand onderuit te schoppen. Nou, wel leuk. Ja, ik snap dat de verhouding is dat heel lang niks van vechtlust was. Ja, precies. Maar ik snap, het klinkt een hele kleine overwinning. Volgens mij had Ajax die op dat moment gewoon echt nodig. Maar ja, dat je dan rood pakt en dat dan het moment staat, is redelijk tegenstrijdig. Kenneth Taylor gewoon. Kenneth Taylor houden, Henderson als hij wil blijven. Ja, die gaat toch al weg. Ja, denk ik ook. Henderson, Berghuis, Bergwijn, die zijn sowieso weg. Jongens. Is Bobby houden? Bobby blijft nog wel, denk ik. Ja, en anders hebben jullie een Rijkoff en achterin. Want achterin is volgens mij ook wel wat nodig, toch? Nou ja, Hato en Sutelo heb je dan nu centraal. En dan heb je op links Sosa en op rechts. En die Turkse jongen heb je ook nog, toch? Die Kaplan. Die heeft trouwens ook al goed gedaan. Dat vind ik wel een leuk voetbal. Misschien Kaplan zetten naast Hato. Als je dan toch zeg maar gericht een paar aankopen doet en je wil wel inzetten op een paar jonge spelers, dan vind ik dat er wel een van. Zet die er dan in. En dan spelen ze toch vaak met drie centrale. Ook met Sutelo, Kaplan en Hato. En die Sosa was ook meer een linker. Die guy en die Sosa kon eigenlijk allebei niet echt verdedigen. En dan waren er mooie verkanten. Ja, precies. Oh, ik zit er helemaal niet in meer, joh. Ik merk het niet ook. Van de Bomen zal nog wel blijven, denk ik. Wie? Van de Bomen. Forbes. Ja, Blanco, maar die heeft ook Carlos Forbes. Ja. Ik weet nog wel dat wij daar als PSV'ers in het begin nog wel een beetje zoiets hadden van, waarom gaat die veld over naar Amsterdam voetballen? Maar achteraf
hebben we met Schouten natuurlijk een veel betere aankoop gedaan. Zeker. Ja, want er ging toch een beetje om Schouten en Van de Bomen. Van wie gaat nou waarlijk een club? Ja, maar Van de Bomen was het meest door. Veerman al. Als PSV Branko van de Bomen en die andere flapdrol van Toulouse had gehaald. Ja. Als ze allebei hadden kunnen Spierings bedoel je? Spierings, als je allebei had kunnen halen, dan had ik het bindingsmoeilijk gedaan. Maar dan ook en dan ook vooral maar het verhaal. Ik vind het nu mooi om daar vak T als Branko van de Bomen komt. Staat jullie pap daar langs het scheld gewoon zijn long uit zijn lijf te schelden. Om zijn zoon de corner neemt daar aan die kant. Ja, dan weet je net niet hoe zijn eigen moet gedragen. Nee, dan gaat hij maar een iets minder erg spreekwoord gebruiken. Ja, fucking mooi. Ja. Ik ben goed op. Maar goed, ja. Nee, ja. Ik denk als jij Branko van de Bomen en Spierings als pakketje had kunnen halen... Daar ging het toen over, hè? Ja, ja. Dan hadden ze moeten doen. Maar goed, dat is ook een koppeltje. Een beetje zelfs nu met Nederlands. Ja, ja. Een koppeltje meer. Ja. Maar ja, dat riep ik toen bij Haps en Lucas ook. Ja. Toen de tijd. Want Lucas vast was niet heel goed. Alleen Lucas als Haps, ja. Rechts centraal en Haps als rechtsback. Was het rechtsback of linksback? Linksback. Linksback. Maar dan was... Lucas was dan links centraal. Ja. Prima. Waren die perfect koppel. Alleen apart van elkaar konden ze er niet zo heel veel van. Nee, ik weet niet. Dat is toen toch ook bij... toen in die intertijd van Jonk en Bergkamp... ook nog even zo'n discussie geweest in Nederland zelf. Dan, ja. Of dat Bergkamp en Jonk niet gewoon altijd moesten spelen. Want die werden ook nog als... Die werden ook als koppeltje van intertijd. Ja. Ja, maar die werden toen in Nederland zelf niet altijd allebei gebruikt. Nee. Maar goed, dat is een... Maar bij Ajax, jongen, dat zit... Ik gaat er ook gebeuren. En dan heb je op het middenveld heb je die Mansverk, die Noor, en dan heb je nog, hoe heet hij ook alweer? Tahirovic, ook geen onuitwisbare indruk. Lienzon? Ja, Lienzon is die als allemaal, maar dat is een nummer 10. Jim. Die vind ik wel... Lienzon is dan weer zo'n type speler waar ik wel van gecharmeerd ben. Die was ook echt goed. Het gaat in ieder geval een hoop gebeuren, dat is zeker. Daar voelde ik me trouwens ook beroofd over. Die wil ik vaak als topscorer erin zetten. Die Lienzon, maar die kon ik gewoon niet selecteren. Die scoorde toen 2 weken op rij. Nee, je toetsen wordt er niet. Nee, Lienzon verkeerd in spel. Die kan die gekke Onie. Ja. Ja, die stond er gewoon niet tussen. Konden wij allemaal niet selecteren, hè? Ja. Het gaat om dat je dan vervolgens de goede kiest. Stond hij bij middenvelders voor? Nee, stond er helemaal niet tussen. Nou goed. Foutje van Scorito. Er gaat een hoop gebeuren, dat is zeker. Ja. Zullen we dan afsluiten met een schot voor de boeg? Ik wil dan EK-winnaar nog een keer horen. Ja. En ik wil dan Eredivisie-winnaar van volgend jaar horen. Oké, ik begin daar maar. Ik begin? Ja, prima. Ik ga gewoon voor Engeland en voor PSV. Dan zeg ik Duitsland en PSV. Frankrijk en FC Twente. Ik wil heel graag Nederland zeggen. Ik zeg gewoon Nederland PSV, het boeit me niks. Frankrijk en Ajax. Ja, zou mooi zijn. Ik denk Frankrijk en Ajax. Ja! Ik denk altijd Ajax. Dat is mijn tactiek, vriend. Dit zijn mijn tactieken. Ja, nee, ik denk ook Frankrijk en ik denk toch PSV met gepaste... Afgelopen jaar goed gegaan. Ja. Was ook jullie twee die investeren in PSV. En ik, maar dat doe ik altijd, dus daar zeg ik niet wel. Ja, dus dat was hem. Dat is leuk, man, hè? Doe jij hem afsluiten? Ja, ik sluit hem wel weer eventjes af. We doen hem een 2D knip, hè? Gooit hier. Nee, gewoon in een keer erop gooien. Ja, dan zoek je hem af naar dan. Dat denk ik ook, ja. Nee, joh, maakt helemaal niet uit. Nee, joh, we zetten hem, we knallen erop. Dit was de XXXL-uitzending. Ja. Benny Koekoek en op naar het EK. Hij is wel verleerd, hè? Ik ben het een beetje verleerd, maar we gaan hem goed maken. We gaan op naar het EK en iedereen een fijne tijd, jongens. Trek je oranje kloffie aan en tot de volgende, Benny. Koekoek! En vooral even niet vergeten het liken, abonneren, subscriben, volgen op Instagram, Twitter. 5 sterren. 1 ster is ook prima als je hem ook kut vindt, maar doe vooral lekker je eigen ding. En dan inderdaad tot de volgende bij. En we zijn in augustus pas terug. Oh ja, we zijn in augustus pas terug inderdaad. Vakantie! Ja, heb ik al gehad, maar inderdaad, vakantie. Benny. Koekoek!